ken niet iedereen, dus niet iedereen zal mij kennen. Ik ben Herman Dummer en ik wil graag de komende drie kwartier samen met jullie, dus let op samen, stilstaan bij de Amersfoort Academie. En niet zozeer dat ik alleen maar ga vertellen wat dat is, want ik ga vooral ook vertellen met welk doel we het hebben ontwikkeld. En een van de doelen is vooral ook kennis uitwisselen, met alle kennis die er is, hoe je dat nou boven tafel kan krijgen. Dat is misschien wel een beetje een rode draad van dingen wat mij bezighoudt, want ik ben onder andere ook de bedenker samen met Niels Roemer van Durf te Vragen. En waarom hebben we ooit Durf te Vragen? Bedacht in een nutshell als bruggetje naar de Amersfoort Academie. Is dat we regelmatig groepen mensen bij elkaar zagen. En de meest afschuwelijke momenten zijn netwerkborrels. Waar mensen een drankje drinken. Een bitterbal of een ander hapje nemen. Vooral op zoek gaan naar de mensen die ze al kennen. Daar de bekende gesprekken. Ik zeg het even wat zwart-wit. Bekende verhalen uitwisselen en zeggen we bellen en tot de volgende keer. Want wat wij daarin zagen is dat er ook nu alweer de potentie van alle kennis en kunde en ervaring die hier in deze ruimte is, die is veel groter dan we ook maar kunnen bevroeden. En wat ik altijd leuk vind en op zoek ben naar mogelijkheden om die potentie ook daadwerkelijk zichtbaar en bruikbaar te maken. En we durven te vragen. Doen we dat voor de mensen die dat niet kennen? Door letterlijk vragen naar boven te krijgen. En daar hebben we een format voor bedacht dat dat heel goed werkt. En bij Durf te Vragen komt het erop neer dat je vooral een goede vraag moet stellen. Want als je een rommelige vraag stelt, dan krijg je ook rommelige hulp. Dat levert twee gefrustreerde mensen op. Maar als je een goede vraag stelt, een essentiële vraag, dan kan je ook op zoek gaan naar essentiële hulp. En dan kom je op een ander fenomeen uit. Waar ik bijna elke dag nog vrolijk van word, is dat mensen het fantastisch vinden om elkaar te helpen. Daar worden ze blij van. Gelukkig, als het voortwerp zo is. Gelukkig? Ja, zelfs. Ja. Oh, gelukkig zelfs. Oké, okay, ja, ja, dat klinkt inderdaad misschien als een gradatie. Blij vind ik ook al heel mooi. En ja, nou, als dat nog geluk zou zijn, dan is het nog mooier. Mag ik nu nog een vraag stellen? Jawel, ja, we doen het samen, dus ga. Ja. Ja, precies. Ja. Nee, dat is een beetje een vraag over de vraag te stellen, namelijk. Om drie kwartier is ontzettend kort. Ja. Dus wat heb je nou voor werkvorm bedacht dat we dat nu met z'n allen gaan doen? Maar jij gaat ons ook nog informatie geven over die academie. Daar ben ik nou ontzettend benieuwd naar. Het leuke van deze vraag is dat ik daar 1, 2, 3 aannames in hoor. Ja. En dat is altijd alweer heel bijzonder. Nou, leg mij dus dat uit dan. Ja, nee, de valkuil voor mij kan zijn dus dat ik nou antwoord ga geven op de aannames die erin zitten. Want het antwoord voor mij op deze vraag is intuïtie. Oké. Okay. Want ik kan... Daar kan ik wel mee leven hoor. Ik kan, dat is mooi. Want ik kan, dat kan ik ook uitleggen. Want ik kan een presentatie van drie kwartier kan ik helemaal kapot programmeren van tevoren. En dan doe ik de beamer aan, dan ga ik projecteren en dan woep, dan... Vertel ik jullie een verhaal en dat vind ik, daar ben ik een beetje mee gestopt. Want ik weet niet wat voor zaal ik voor me krijg, zeker niet bij zo'n dag als vandaag. En ik vind het veel leuker om de interactie aan te gaan en dat is de werkvorm die ik kies. Dus ik ga nu straks het bruggetje maken naar wat de Amersfoort Academie is. En daar wil ik jullie hulp ook bij vragen. Van hé, wat zou daar nog beter of sneller in werken? Hebben jullie daar nog tips over? En niet alleen maar om de Amersfoort Academie daar beter mee te maken, want een van de dromen van de Amersfoort Academie is dat elke stad of elke gemeenschap in Nederland gewoon een eigen academie zou moeten hebben. Ja, dus ik hoop dat jullie minstens... Daar hebben ze het al. Ja? Dus ik hoop dat jullie minstens zo geïnspireerd naar deze drie kwartier zijn als ik ben door jullie inbreng. Heel even een stapje terug, dit was de rode draad van hey, verbindingen maken en daarmee vernieuwen. Ik werd gevraagd door een project vanuit Amersfoort, Amersfoort Breed, samen met Jan Henk, die hier net ook stond. En onder andere ook achter Permanent Beta zit, van hey, we hebben nu een aantal subsidiepotten in Amersfoort gehad. Amersfoort Creatieve Stad en Amersfoort Breed. En we snappen wel dat als die subsidiepot met geld op tafel staat, ja, dan gaan er wel dingen gebeuren. Maar we weten ook met z'n allen dat het geld er minder is.
En tegelijkertijd zien we dat er heel veel potentie in de stad is. Dat er al wel veel plekken zijn waar wat is. Hoe zouden we het nou in stand kunnen houden? Of wat is er nodig om ook zonder dat die pot met subsidiegeld meteen op tafel staat, dat dat wel door blijft stromen? Nou, daar heb ik met de opdrachtgever eerst de nodige gesprekken over gehad, omdat hij heel graag van tevoren wilde weten wat mijn uitkomst zou worden. Ja. En ik heb gezegd, ik wil er best mee aan de slag gaan, onder één voorwaarde dat ik niet weet waar het toe gaat leiden. Nou, dat is best lastig als er subsidiegeld achter zit, want het moet eigenlijk toch wel weer in allerlei potjes passen, maar uiteindelijk zijn we daarmee aan de slag gegaan. En het leuke daarvan was dat we vrijwel in het begin al zeiden van, we weten niet waar het toe leidt. En uiteindelijk is het geworden tot de Amersfoort Academie. En dat is de Academie van de Niet-Wetenschapper. Dus wat we vooral heel duidelijk zeggen, is dat we een heleboel dingen niet weten. En dat als je maar ergens naar binnen komt, of als je ergens een plek hebt waar je iets wat je niet weet, dus de nieuwsgierigheid om het wel te willen weten neerlegt, in plaats van ik weet het allemaal al wel. Ik merk dat dat heel veel ruimte biedt om met mensen in contact te komen. Meestal is het dan een glimlach, daar begint het mee, hè? Wat grappig, de Academie van de Niet-Wetenschappen. Dus dan ben je vooral welkom als je iets niet weet. Dus dat maakt de drempel bijna negatief. Zo, oh, dit is wel makkelijk. Welkom. Nou, wat vroeger altijd over professor in de weet-niks-kunde. Ik weet niet in welke context staat, dat is echt leuk, hè? Maar dat vond ik zo'n mooi begrip. Ja, dat is En het is misschien voor jullie ook wel herkenbaar, we komen een boel, dat is Jan Henk voor de mensen die hem niet kennen. De fotograaf. Aanstichter achter de Amersfoort Academie. En ook nu, want wij zeggen dus bijvoorbeeld ook heel duidelijk van, we weten ook nog niet precies wat de vorm is waarin we de Amersfoort Academie willen organiseren. En dat levert regelmatig wenkbrauwen, gefronste wenkbrauwen op. Wat raar nou, waarom? Zeg me maar wat ik kan doen. Het is nog een heel pril ding eigenlijk. Wat is 3 maanden geleden hebben we het gelanceerd. Ja, ja, ja. Ja, dus okay. Dat is relatief pril. Het is snel een tijd, dus dat is eigenlijk al oudheid. Ja, dan stap ik even op de naam kijken. Ja. 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 Intern heb ik het al wel eens over de ontstaansgeschiedenis en dan word ik uitgelachen. Ja. Maar dat is wel de running gag geworden inmiddels. Ik vertel graag over de ontstaansgeschiedenis ervan. Maar wat we namelijk willen, is we hebben gezegd, we hebben leertafels. Dus we zoeken ook een plan. Wat we eigenlijk gezegd hebben, even een stapje terug, is wat het doel van de Amersfoort Academie is om de collectieve intelligentie, dat is waar ik het net over had, als je een groep mensen bij elkaar zet, dan heb je het over collectieve intelligentie. Die is per definitie groter dan je eigen intelligentie, hoe slim je ook denkt zelf te zijn. Om de collectieve intelligentie van de stad zichtbaar te maken en werkbaar te maken. En naar ons idee lukt dat ook alleen maar als je op de een of andere manier dus een beroep doet op die intelligentie, hoe mensen ook zelf denken hoe ze het beste vorm kunnen geven. Dus als Jan, Henk en ik zouden gaan zeggen van nou, dit is de vorm en daar kan je in mee hobbelen, het is maar de vraag of dat de beste vorm is om mee te werken. Dus we hebben gezegd, we hebben leertafels, we zijn met leerstoelen begonnen, maar dat zijn leertafels geworden. En we hebben gezegd van als jij een onderwerp hebt waarvan je denkt van hé, dat vind ik interessant voor de stad, daar kan de stad iets aan hebben, dan kan je die leertafel vormgeven. En de manier waarop je dat doet, is helemaal aan jou. Dat is een soort continue vorm van open space. Ja, ja, dat kan je het noemen. En wat komt eruit? Ja, mooie dingen. Wat gebeurt er dan? Waarom lach je? Als je... Nou ja, omdat je dus de aanname doet dat er dan per se iets uit moet komen. Terwijl misschien het experiment ook heel prachtig is. Ja. En er komen hele mooie dingen uit. Ja. Maar ja? Dit is al wel mijn antwoord inderdaad ook. Want het op het moment dat je dus loslaat dat het per se een doel hoeft te hebben, en dat is feitelijk ook al dus hoe het ontstaan is. Ik heb niet over een doel, ik heb over... Wat gebeurt er? Wat beschrijving gebeurt er? Van wat er gebeurt. Ja. We hebben, okay. Wat zien we? Dat is de vorm. Wat zien we? We hebben een two-weekly bij Meet in de Schoffer op de Stadsring. Dat is een van de seats to meet. En dan net even iets anders hier in Amersfoort. Die hebben ons omarmd. Dus daar zijn we kind aan huis. En daar hebben we elke woensdagochtend om de 2 weken hebben we een meeting.
En wat we daar doen is het verhaal vertellen, voor een deel wat ik hier nu ook vertel, om mensen ook te stimuleren om dingen op te pakken van de academie. En als ze denken, hé, wat leuk, het lijkt me wel wat. Nou, kijk welke leertafel jij op je kan nemen en vorm kan geven. Dus we doen ook heel duidelijk een beroep op de energie en de power van mensen zelf. En daarin kunnen we dan de bedding zijn, het fundament voor mensen ook om te zeggen, hé, ik doe dit binnen de Amersfoort Academie. En een van de mooiste dingen die gebeurde, dat volgens mij zitten we, ik weet niet meer, een van de laatste meetingen, zat een van de chief beleidsmakers van de gemeente Amersfoort, die kwam even langs. Gewoon te kijken, hé, wat gebeurt hier? Dus die pikte het op van, hé, wat gebeurt er? Vind ik interessant, hoe kan ik daar op aanhaken? Dus dat vind ik al heel mooi, dat gewoon door de open uitnodiging die je neerlegt, laagdrempelig. Maar is er een bepaalde focus, want ik hoorde je in het begin zeggen, er is allerlei vrij geïsoleerde, kwetsbare creativiteit in de stad. Dat hoorde ik je zeggen. En is dat de focus of maakt het helemaal niet uit wie er komt? Geen focus. Het maakt niet uit. Ik heb volgens mij het kwetsbaar niet gebruikt, maar wat ik wel zie. Heb je wel gebruikt. Het wordt kwetsbaar? Wel. Maar dat maakt niet uit. Maar vertel. Weet je waarom ik zo reageer? Is dat het helemaal geen woord voor mij is. Dus dat is meteen... Mijn perceptie is het. Het is perceptie. Impliciet. Okay. Maar vertel verder. Ik weet het ook allemaal niet. Heerlijk, hè, deze academie. Sorry, ik weet het ook niet. Ja, maar wat me benieuwd is hoe open je die vraag aan een stad kan stellen, waar die vraag dan landt en wie er dan komen. Ja. Want als het zo werkt dan, en er komt een beleidsmaker langs, dan heb je ook een nieuwe vorm van democratie uitgevonden. En dan ga ik juichen. Maar sowieso ga ik juichen hoor, maar ik ben gewoon benieuwd. Dit is wel een issue. Wat ik ook, hoe lukt het nou? Dat is een van de vraagstukken ook. Hoe lukt het nou voor ons ook om het zo toegankelijk mogelijk voor iedereen te doen? Dan kom je aan de ene kant op standaard marketing vraagstukken en communicatie vraagstukken uit. Mensen zeggen, Herman, waarom heb je nog geen folder? Ik bedoel, maak me duidelijk in de folder wat het wel of niet is. En daarin zijn we ook al zoekende. Maar wat we willen, dat zou je een doel kunnen noemen, we willen vraagstukken van de stad, en dat kan op allerlei niveau zijn, willen we bij ons aan tafel hebben. En iedereen die daar iets over wil zeggen en wil oppakken, kan daar wat mee. Hey, Dick. En dat gebeurt ook. Wat zeg je? Dat gebeurt ook. Ja, dat gebeurt ook. Er zijn stadsverenigingen. Nee, maar er is iemand zit aan tafel. Een beetje in de politiek en ja? ik zou dit willen omarmen. Hè, dat de creativiteit uit de gemeenschap, dat een podium heeft, een plek heeft om, om dingen te maken anders dan wat de bureaucratische eenheidsworst maakt, om het zo maar even plat uit te doen. Er is een dame aan tafel geweest en die legde het probleem neer over een sluiting van een, of het een buurthuis was of een bibliotheek, weet ik even niet meer. Maar daar kwamen ook kinderen voor huiswerkbegeleiding. En dat pand ging op slot, dus je kan bedenken wat er gebeurt, die kinderen hebben geen plek meer. Daar is inmiddels over doorgesproken en het wordt aangepakt. Door gewoon de verbindingen aan te gaan met mensen van, hé, daar moet wat aan gebeuren of het zou goed zijn als er wat aan gebeurt. En als mensen, en daar kom je op een ander punt uit, als mensen zich enthousiast voelen om daar iets mee te doen, dan kan het gaan gebeuren. En wij laten ons handen er ook weer van los. Dus het interesseert me ook niet zozeer vanuit... Zit daar dan bijvoorbeeld de gemeente tussen bij zoiets? Nee, helemaal niet. Er wordt een probleem gesignaleerd en de burgers met elkaar lossen dat op. Dus die huiswerkbegeleiding gebeurt nu ergens anders. Gaat het over beleidsvraagstukken? Wat zeg je? Gaat het over beleidsvraagstukken? Waar komt die vraag vandaan? Nou, dit was dus een vraag die heel duidelijk uit een wijk kwam. Ik heb een van de directieleden van de Alliantie, dat is een woningcorporatie, gesproken, die legde ik dit neer. En die zei, oh, dat is fantastisch, ik weet zo drie vraagstukken. En die liggen nog niet op tafel bij ons, maar alleen al het feit dat je zegt van, hé, er is gewoon een plek in de stad. Ja, ja. Zonder dat je naar een standaard adviesbureau zou moeten gaan. Is het, want een adviesbureau, met alle respect, die zit gewoon op een klein, die heeft ook niet de collectieve intelligentie van de stad. Ja. Dus het is veel interessanter om juist in een brede gremium tips te krijgen en te genereren van mensen van, hé, hoe zouden we dit probleem kunnen aanpakken? Hoe krijg je, zo'n vraag is heel concreet, mooi voorbeeld om door te denken, hoe krijg je dan
mensen aan tafel vanuit verschillende geledingen om ook ja, wat meer creativiteit te krijgen dan als je alleen maar de usual suspects trekt? Nou, daar zijn we nu mee bezig. We hebben een goede vraag. Eén, die two weekly willen we gewoon. Dat moet gewoon ook landen, dat kan doorverteld worden door mensen. Dus daar gebruiken we gewoon alle bekende kanalen voor om dat te promoten. We zoeken de pers nu ook op om dat verhaal ook zeg maar in de kranten te krijgen. En op 9 juli, wat ik al zei van durf te vragen, mij niet onbekend, organiseren we in de stad in samenwerking met de Amersfoort Academie heel duidelijk een durf te vragen sessie. Om daarin ook het platform te bieden van hey, heb je een vraag die wellicht ook met Amersfoort te maken heeft, dat moet ook weer niet. Kom dan 9 juli naar die specifieke durf te vragen sessie. En een andere is dat we bij een festival, een zakelijk festival, wat ik aan het organiseren ben op 26 september, bieden we de Amersfoort Academie ook weer heel duidelijk een podium. Zoals ik hier nu ook het podium kies, om het verhaal gewoon verder te vertellen. En dat moet ook een beetje zijn eigen... We mogen even een beetje vrij denken, hè? Ja, graag. Ja, nou, niet te kwetsbaar, hè? Niet te kwetsbaar? Jawel, wat wil ik? Nee, nou, ik denk ook al een tijdje over dit soort problematiek na, hè? En ben vol bewondering voor iedereen die iets onderneemt en iets voor elkaar krijgt. Maar ik had zelf het volgende gefantaseerd. Hè? Ik erg me namelijk kapot aan hoe onze huidige democratie werkt. En ook hoe onze huidige media werken daarop in. Want die maken er een mediacratie van. En het gaat steeds verder weg bij wie we zelf zijn en wat wijs is. En ik denk altijd, wat jij ook formuleert, we zijn met z'n allen, als we elkaar goed gebruiken, zijn we universeel wijs. Kunnen we voor elk probleem het werkelijk juiste, vanuit de hoge waarde gekeken, oplossing vinden? Wisdom of the crowd. Wat zeg je? Wisdom of the crowd. The wisdom of the crowd, ja, ja. En dat is ook waarom we op deze aarde zijn, zeg maar. Om dat te doen. Maar dan denk ik bijvoorbeeld, dan zou er een andere taak komen voor zowel, zeg maar, journalisten als voor bibliothecarissen. Ik heb me daar in mijn leven vrij veel mee bezig gehouden met bibliotheken en de nieuwe bibliothecaris en zo. Mm-hmm. En dan had ik de volgende fantasie, maar ik wou hem gewoon even vertellen, om te kijken of je er wat aan hebt. Mm-hmm. Dus er komt een probleem. Laten we zeggen dat door jullie dynamiek leggen mensen op de tafel een probleem. Maar dingen hebben altijd nuance. Mm-hmm. Zijn vaak niet 1, 2, 3 op te lossen. Mm-hmm. We moeten er meer van weten. Mm-hmm. Nou, dat lijkt me nou de werkelijke taak van een journalist. En van een bibliothecaris. Jongens, we hebben hier een probleem. En nou willen we het gewoon als Jan in de straat uitgelegd krijgen. Dus één vandaag maakt niet een item waarin ze weer eens even de heleboel provoceren. Maar leggen aan ons, het volk, uit hoe het zit. Mm-hmm. Daar zijn ook allemaal deskundologen die verstaanbaar praten tegen ons. Mm-hmm. Kort en krachtig, dat is heel veel werk voor ze. Mm-hmm. Kort en krachtig en simpel aan ons uit te leggen. En dan kunnen we op basis van deze input kunnen wij een wijs besluit nemen. Wat denk je? Zou dat zinvol zijn om zoiets te willen? Leertafel communicatie, zeg ik dan. Als jij, dus ja, als jij... dat vind ik mij gemakkelijk. Nee, dat vind ik gemakkelijk. Nou, dat kan jij makkelijk vinden, maar waar mij om gaat is, je zet nu in 2-3 minuten even wat neer. Ja. Je vraagt mij een mening erover. Ja, en ik zeg dan, ja, ik vind het heel inspirerend, mm-hmm. Dus ik zou er meer van willen weten. Ja. Maar ik kan nu niet meteen zeggen van, hey, hartstikke goed plan, of dat gaan we wel of niet. Nee, maar dat is ook mijn vraag niet. Mijn vraag is eigenlijk meer gewoon persoonlijk aan jou, omdat je veel ervaring met dit denken hebt. Maar aan iedereen die hier zit, want we zijn met z'n allen wijs op dit vlak. Zo'n idee, zou dat kunnen? Kan je daar de lokale journalisten op zetten? Of zou zoiets kunnen? Ik ben er gewoon benieuwd naar. Nee, maar daar kom ik toch weer terug op mijn leertafel. Want ik ben ontzettend van... mijn mantra is, als je iets wil realiseren, dus of dat nou deze opmerking is of een andere opmerking, zijn er 3 dingen belangrijk. Okay. Doen, doen en doen. En doen is vooral eerst de gedachtegang maken, die heb je gedaan. Vervolgens zorgen dat je mensen met je meekrijgt, waardoor je het kan uitrollen. En de derde doen heeft met volhouden te maken. Ja, uiteraard. Ja. En het antwoord hierop heeft met veel meer mensen dan alleen maar mij en de mensen hier in de zaal te maken. Want daar heb je bijvoorbeeld journalisten bij nodig. Ja. Dus wat je dan nodig hebt, nee, daarom zeg ik een leertafel. Maar wat zegt jouw intuïtie hier? Als ik dit nu zeg, kansen, maar als je de lokale journalisten niet meekrijgt, dan kan je nog zo'n gouden idee hebben. Maar dan gaat mijn intuïtie zeggen. Nou, ik droom ervan
En ik zou het zo willen proberen, maar ik zie iedere dag dat het anders gaat. Iedere dag zijn we, of is de focus meer gericht op afbraak dan op opbouw. Ja. En ja, ik vind dit instrument, en ik hoop dat we er met elkaar ook meer van kunnen uitdragen, biedt perspectief om weer dingen op te bouwen met elkaar. Ja, dat vind ik zo mooi aan. Ja. Ja. Ik wil eigenlijk alleen maar iets aangeven dat er is morgen om 10 uur zijn er een aantal mensen ook die gaan nadenken over hoe we nou verder moeten met politiek. Ja. Hoe het nou verder zou. En wat is het morgen om 10 uur waar? Wie? Politiek in de war, ik dat. Ja. En dat is in de war. Maar het gaat over Amersfoort of? Ja. En dit is hier. Kleine koppel 40. Ik ben een Amsterdammer. Maar in Amersfoort gebeurt het, dan kan je wat aan doen. Ja, hoe kan ik daar iets van doen? Dan kan je zelf veranderen, hoor. Wat ik die opbrengst kreeg. Ja, sorry. Hoe zou ik die opbrengst... ik zou daar wel... Hè? Ja, dat gaat niet. Morgen gaat niet, maar is er niet. En, ja. Weet je ook. Tenzij je dat zelf opzet niet. Nou. Maar in ieder geval... leuk dat dat er is. Ja, precies. Maar wat is nou je vraag naar ons nog doorgaat op de baan? Nou, een hele concrete vraag van mij aan jullie is van dit voorbeeld bijvoorbeeld ook wel van hoe zouden jullie nu weten, even in een nutshell het verhaal van de Amersfoort Academie, van hoe maak je de collectieve intelligentie van een stad zichtbaar en inzetbaar? Ja. Hoe zouden jullie dat aanpakken? Dat wil ik ook reageren. Dat is mooi. Mijn ervaring is dat je grote groepen mensen met elkaar zet, wat ook in de politiek kanaal is, en je gaat het allemaal over één onderwerp hebben, dan kom je gewoon op de grootste gemene deler uit. En alle dingen waar openingen zitten, die dus ook discutabel zijn, die komen helemaal niet aan de orde. Het alternatief stellen voor de Walt-Disney-methode. Slaan even heel plat, maar ze zijn op al die films en dergelijke allemaal gemaakt. Al is die wilde groepen in drie mensen, of mensen in drie verschillende groepen. De eerste groep waren dromers. Je mocht gewoon alles verzinnen, gewoon met het ideaal plaatje. De tweede groep waren de doemers. Zo'n film ging ook eerst naar de dromers. Ik dacht een ideaal plaatje, nou, zoiets bijvoorbeeld. Dan kwam de groep doemers. Namelijk die elementen die zeggen, oké, dat gaan we zo en zo in elkaar schuiven. Je maakt daar staande veel. En dan had je daar een groep commerciële, die deed het de marketing. De marketing, de verkoop, het type. Het papiertje om de verpakking heen. Dus ja, de implementatie misschien zou je ook. Hoe kijk je naar de markt? Hoe draag je voer je het in? Ja. En maak specifiek onderscheid tussen die drie types. Als je die met z'n drieën in elkaar zet, op één tafel zet, ja. Dan roept iemand van, we zouden wel dit kunnen. En iemand roept, ja, maar dat kan niet. Ja. En nog iemand roept, ja, maar hoe nou... Mag ik daarop reageren? Want dit is een beetje de story of my life, wat je nou vertelt, hè? En ik ben een creatieve zelf, dat is misschien al opgevallen enigszins misschien. Maar ik in de eerste fase van mijn poging tot professioneel zijn in de... Hij is er trouwens bij me betrokken geweest. Grijs verleden. Hij werkte ooit bij het NOB. Ik ga hem verraden. Ik zou zeggen, vertel maar je verhaal. Oh, ja, oké, sorry. Ja, we hebben weinig tijd, hè? Nee, goed. Maar het punt wat ik wil maken is eigenlijk dit. Dus als creatieve zei ik dan altijd, ik heb een geweldig idee. En dan zei altijd iemand anders die van de productie was, ja, maar dat kan niet. En dan was ik woedend. En toen zei een goede dat duurde heel lang en dan wil je wat. En toen was er een goede vriend van mij, werktuigbouwkundig ingenieur, en die zei, dat komt, jullie zitten in een verschillende fase van het oplossen van een technisch probleem. Want er zijn 4 fases waarin je een probleem moet oplossen. Namelijk, in Walt Disney's woorden, dromen. Nou nee, dat is eigenlijk overdreven. Je probleemstelling hebben, dat is de eerste. Dan dromen, divergeren, convergeren. Dus dan mag je niet zeggen ja maar en praktisch. En dan krijg je de fase van, oké, we kiezen een idee uit, wat gaan we uitvoeren. En dan heb je een resultaat en dan ga je het resultaat evalueren. Nou, en van dit model heb ik een
technisch probleem oplossen, heb ik een model gemaakt voor in het onderwijs. Dat noem ik sociaal ontwerpend leren, noem ik dat. Maar die vier fases en de vermogens die je nodig hebt om die fases te doorlopen, dat is eigenlijk het onderscheidende. En daarin kan je ook aan gewone stervelingen leren, als je niet van huis uit een dromer bent. Maar dit is wel even de fase dat we nu moeten dromen. Dus dan is ja maar mag later. Dat heeft ook een plek, is heel belangrijk. Dus je zou ook, fantaseer ik mij weer. Ingewikkeld hoor. Vind je het ingewikkeld? Ja, ongelooflijk. Oh, wat vervelend. Nou, we doen het op allerlei onderwijsinstellingen in Nederland. En dat werkt ook goed. Het punt is misschien ja? Om even in te brengen. Jij kunt heel goed vertellen. Dat horen we. Je hebt energie. Nou, ik ben er vol van, ja. Ja. Wat ik ook al belangrijk vind, hoe krijgen we ook de verhalen van de stillere mensen in het ja. Ja. Want daar zit ook vaak heel veel creativiteit en denkkracht. En die mensen die horen niet. En die horen ook niet in de kranten, in de media. Ja. Een van de vormen die ik veel gebruik als creatieve vorm is Wereldcafé. Ja. Dat is een vorm waarbij je voor de mensen die het niet kennen, in kleine groepen over iets praat. Mm-hmm. Maar die groepen die maken korte rondes en daarna hussel je iedereen door elkaar en dan komt er eigenlijk een nieuwe samenstelling bij elkaar. Waarbij steeds één iemand aan een tafel blijft zitten die aan de nieuwe groep vertelt, nou de discussie is tot nu toe zover gegaan, hier staan we en vanaf nu gaan we verder. Dat is een manier om heel veel energie en creativiteit te genereren in korte tijd met veel verschillende mensen. Omdat je daarmee dat probleem van de mensen die niet in grote groepen bezig zijn, ook aan het maar ook meerdere disciplines aan tafel. En meer dat zou ik je voor je leertafels ook gunnen. Ja. Dat je inderdaad uit alle geledingen juist die diversiteit aan tafel krijgt. Ja. En dan gaat draaien op kennis delen. En vooral gebaseerd op toeval. Ja, en niet wat jij zei over het toeval besturen. Wat de fout is die je zou maken, is een situatie. We moeten elke keer aan tafel ook altijd iemand hebben van dat. En iemand van dat. Gewoon laat het ontstaan. Ja. Laat het gebeuren. En dan ontstaat er, als de bulk groot genoeg is, ontstaat er door die toeval ontstaan er verrassende dingen. Want dan is het leuk om een keer een tafel vol dromers te hebben, die vervolgens opgevolgd wordt door allemaal techneuten. Die vervolgens. Ja. Maar krijg je dan niet als je dat toelaat, dat juist de mensen die elkaar te makkelijk liggen, elkaar weer opzoeken? Je moet het commitment hebben van iedereen om per toeval aan tafel te zitten. Toeval organiseren. Nou ja, dat is ook die paradox. Ja. Als je begint als een sessie, het van iedereen het commitment dat je dus at random aan tafel gaat zitten. Ja. Dat mag je vragen. Maar dan kun je wel vragen. Ja, en je hebt nog een commitment nodig. Ik geloof erg in toeval. En ik zeg ook altijd van toeval bestaat en ik regisseer het graag. En met regisseren bedoel ik dit soort dingen. Dat je nadenkt over dat je mensen, als je met groepen wat gaat doen, vriendjes gaan altijd naast elkaar zitten. Dus ik heb een heleboel hele simpele werkvormen om zonder dat mensen het eigenlijk in de gaten hebben, dan mensen uit elkaar te halen. Ja. En dat gebeurt gewoon op een hele relaxte manier, dus niemand heeft het bewust in de gaten. Maar ik zou zeggen, heel goed idee, maar zorg ervoor dat er geen experts dat proces wat daar wordt moet gaan verstoren, want die hebben allemaal tunnelvisie, die denken het allemaal te weten en daarmee mis je dus juist voor een great deel, view die zoekt. Maar voor een deel ondervang je dat door de hoeveelheid, omdat je met veel mensen... En door de kaders die je aangeeft. Hè? Er zijn bepaalde etiketten bij die werkvorm die zorgen dat mensen in een andere stand gaan staan. En een van de regels is, oordeel niet. Ja. En dat is een hele gouden regel die iedereen in een andere kijk of zo zet. Ik ben altijd blij als ik een expert tegenkom. Want dat is iemand die weet waar hij het over heeft. Ja. En ik ben altijd blij als een expert met een open mind. Ja. Die bereid is om ook zijn expertvisie. Ja, want dat is een heel belangrijke toevoeging. Ja. Bij de Amersfoort Academie, we zijn voor de niet-wetenschappers. En we zijn dus vooral open voor mensen die iets niet weten. En daar hadden we het op een gegeven moment over. En toen zeiden we van nou, we zijn ook voor de bedweters. Want die weten het ook niet. Alleen zijn ze er nog niet achter gekomen. Of zoals de mensen in het onderwijs, die ik veel begeleid, die zien dus eindelijk, sommigen zien eindelijk in, dat ze iets los te laten hebben in dat alwetende, want dat is hun professie. Ja. En als je die draai kan maken als leerkracht of docent, dan zie ik ook dat ze die beweging naar kinderen of naar lerenden ook anders samen gaan leren. Ja. Ja, dat is ook een identiteit. Niet alleen een professie, maar ook een identiteit. Ik weet het. Maar ik ben er al aan gewend hoor, dat niet weten, want zoals je zegt, het eerste glimlach en wat is dat voor zulligheid. Aan de ene kant klopt het wel, maar ik ben godzijdank blij dat er mensen zijn die
echt dingen weten. Ja, maar dan heb je toch weer die vraag. Echt hoor, dat meen ik echt. Ja, maar ik ben altijd op meer terreinen ondeskundig dan een beetje terreinen deskundig. Weet je, dat neem je ook mee. Ik begrijp dat klinkt ergens cynisch. Nee, dat klinkt niet cynisch. Er zijn mensen, en ik geloof van jou ook, die echt iets weten. Maar die iets verworven hebben in hun leven, wat gewoon staat. Maar we hebben het toch over dat we de kennis van alle mensen bij elkaar stoppen? Ja. Dat betekent dat je open moet staan. Maar je moet ergens niet aankomen met zeggen van, ik weet niks. Want dat zou ik tegen mezelf niet. Maar volgens mij is dat niet het idee van het niet weten. Nee, de crux zit inderdaad het verschil tussen een expert en een bedweter. En we kennen allemaal bedweters en een bedweter, die staat niet meer open om die slag te maken. En vanuit de kennis en kunde die je al hebt, om te kijken of je het nog kan verrijken. Of dat ik met mijn kennis en kunde jou kan verrijken, of jullie kan verrijken. Maar wat ik zo... alsof het alleen maar aan mensen ligt. Maar vaak wel. Spijt, ik kom uit de politiek. Mm-hmm. En kan je niks aan doen. Gaat een beetje een excuus voor maken. Ik functioneer in regels en procedures die alles doodmaken. Mm-hmm. Maar die zijn wel door mensen gemaakt. Maar ze zijn door mensen gemaakt, maar het is bijna onmogelijk om ze door mensen te laten doorbreken. Daar zijn we zelf bij. Ja, maar volgens mij ontstaan regels ook op het moment dat mensen niet meer met elkaar communiceren. Want dan heb je dus een regel nodig waar je je allemaal zogenaamd aan gaat houden en dan hoef je het er ook niet meer over te hebben. Als jij en ik een discussie hebben en een gesprek hebben, kunnen we het eens of oneens zijn. Maar we houden altijd de communicatie open. Dit is het. Dit is meer dan alleen maar weten en bij elkaar brengen. Hier spreekt een wijze vrouw die zegt van, maar dat is een groot probleem. Ja, je eigen kwetsbaarheid laten zien. Tevreden zijn dat je niet 100% haalt, maar ook dat je met het systeem geconfronteerd. Nee, maar dat is ook je keuze voor een deel. Ja. Sorry. Het is je keuze om wel of niet in een systeem mee te gaan. En sommigen maken de keuze om in dat systeem te gaan omdat dat voor veiligheid is of bescherming of weet ik veel wat. En anderen gaan tegen het systeem in omdat die iets anders willen bereiken. Maar je maakt zelf als mens die keuze. Ja. En iedere dag, ieder moment van de dag kun je weer een andere keuze maken. En ik denk door middel van dit soort gesprekken dat je tot denken wordt aangezet. En snapt dat het, als je het wilt, dat je ook weer een andere keuze kunt maken. Ja. Het is een mooi voorbeeld. Het innovatiefestival hier in de stad gehad begin van het jaar. En dat was een Kim Spindler die dan die hele innovatiefestivals heeft aangezweld. Die had een prachtig verhaal. Heel klein verhaaltje. Maar ze had op de overheidsorganisatie waar zij werkte, gebruikte ze veel Skype om met mensen te overleggen. En toen zei ze misschien wel leuk om een ruimte hier in het pand te hebben waarin de muren blauw schilderen, die Skype kleur. Dat geeft meteen een beeld. Ze ging bij de gebouwendienst, hoe dat dan geregeld moest worden. Nou, het was eindeloze procedure. Toen dacht ze, weet je wat ze kunnen me wat? Ik koop een pot verf. En ze is die pot verf gaan kopen, ze is die muur gaan schilderen. En ze werd 3 weken later gebeld door een ander ministerie om te vragen wat de kleurcode is van die verf. Want zij wilden ook zo'n Skype-hok. Om maar aan te geven dat je soms kun je je regels gebruiken van, nou ja, dat mag nou helemaal niet. Dat is, zo zijn al helemaal de procedures. Maar ze zijn door mensen verzonnen, ze kunnen ook door mensen overtreden worden. En als de regel je niet aanstaat, ga eroverheen en kijk eens wat er gebeurt. Dat is wel een manier om te kijken wat er nou gebeurt wanneer we die regels niet meer hebben. En het voorbeeld van kinderen, ik gebruik het heel vaak, omdat ik het een heel treffend voorbeeld vind. Je hoeft mij niet te overtuigen, ik heb laatst alle illegale situaties in Oorschot gezegd van we gaan dat legaliseren, want ik wil geen 10 jaar procedure hebben. Maar wat je dan over je heen krijgt. En, en, en,
En ik begin bij jou in de straat en ik zeg van, die hondenpoep, dat los je zelf maar op. Nou, dat is geen manier natuurlijk, maar dat is een... Maar dat is een heel ander verhaal. Want als een gemeente graag wil dat zijn burgers meer gaan doen dan ze nu doen, dan moet je niet zeggen, ik flikker bij je over de schutting en zoek het maar uit, los het zelf maar op. Dan moet je ook niet zelf maar meedoen. Nee, maar dan moet je als gemeente, dan moet je als gemeente gaan faciliteren dat mensen in staat worden gesteld om dat soort dingen te doen. Ik haal hem even terug, want ik wil heel graag nog één ander ding bij jullie neerleggen. Dat is mooi. Wat mij dit al biedt voor de Amersfoort Academie is heel waardevol, want wat ik jullie eigenlijk hoor zeggen op metaniveau is: blijf alsjeblieft weg bij regels. Absoluut. En hou het zo open mogelijk. Ja. En wat heel belangrijk is hou die communicatie open met elkaar. Hoe je het inricht. Herman. Zeg je? Is dat ook een regel? Nee, dat is geen regel. Nee, Herman. Het is gewoon iets wat we doen. Ik vind het altijd gezellig toeven in de kantine van de Toren van Babel. Heerlijk, hè? Ja, heerlijk. Ik wou er wel iets aan toevoegen. Sorry, want hier was eerst nog een vraag. Je had het over communicatie en mensen trekken. Ik denk dat het bij dit soort dingen heel belangrijk is om opbrengst, hè? Wat levert het op? Ja. Dat is misschien niet het doel, maar er is wel opbrengst. Ja. Om dat met name ook heel goed te communiceren. Gewoon, wat heeft nou gesprek X, bijeenkomst X opgeleverd? Ja. En daarmee trek je ook nieuwe. Oh, dat is wel een goeie. En daar de verhalen over vertellen. Ja, dat is mooi. Ja, dankjewel. Ja, we hebben een driedeling gemaakt, waaraan we nu langzaamaan wel merken van, als we het daaraan kunnen meten, dan past het bij de Amersfoort Academie. Dat zijn de drie woorden, verbinden. En daar hebben we het nu dus ook over. Dus gewoon überhaupt al zorgen dat mensen bij elkaar komen en met elkaar in gesprek zijn. Versnellen om te vernieuwen. Dus dat er wel heel duidelijk een stimulans in zit, niet alleen maar met elkaar aan tafel zitten en te communiceren, maar wel het over inderdaad een mooiere, betere stad hebben en om die collectieve intelligentie aan te boren. Ja. Ik zou iets willen toevoegen daaraan. Volgens mij moeten we met elkaar het vermogen ontwikkelen om met een paradox te leven. En de paradox is eigenlijk die jullie ook vormgeven. Er is geen ruimte als er geen muren zijn. Er is geen, je hebt een systeemloos systeem nodig. Je hebt een ritueel nodig wat je met elkaar doet om tot die wijsheid te komen. Dus er is een werkvorm nodig die mensen zoveel mogelijk ruimte geeft. Maar geen enkele werkvorm, dus geen enkele regel geven, waar je langmoedig mee moet omgaan. Maar dat leidt tot die Toren van Babel waar jij het over hebt. Nee, dat leidt tot de Amersfoortse Academie, want jij gebruikt wel een heel hoop woorden, maar je hebt helemaal gelijk. Dat is de Amersfoortse Academie. Okay. Ja, nee, buurloos. Fijn voor het verstaan wat ik zeg. Jij hebt een leuke, wollige manier van vertellen, maar in principe heb je gelijk. Die paradox die is daar en die muren, ja, af en toe denk ik ook, muren ineens weg. Ik reageer er even op, omdat onze voorzitter van ons gesprek het samenvat als: we moeten vooral geen regels hebben. En dan zeg ik, nee, je moet een paradox hebben. Dat is wat ik toevoeg aan wat er gezegd wordt. Is dat een regel? En wat ik het mooie vind, en dat is ook de zoektocht, dat Amersfoort Academie, door het al een naam te geven, ben je al bezig met een vorm. Ja. Maar je kan vervolgens al je energie in vormdingetjes gaan stoppen. Ja, of je kan je energie in inhoud gaan stoppen. Maar hoe afgetimmerd wil je de regel? Want als ik Herman hoor zeggen, ja, dat is een vraag. Verbinden, versnellen, vernieuwen. Dan is dat voor mij al een kader. Ja. Snap je? Is voor mij al die muur die jij net schetst. Ja, ja. En jij denkt dat het al genoeg is. Die woorden zijn al genoeg. Voor mij is dat genoeg. Ja, nou, interessant. Ik denk dat je wel bijvoorbeeld dingen nodig hebt als World Café-achtige vormen. Is dat niet waar het nu over gaat? Volgens mij, wat Herman nu toch doet? Ja, maar laten we even niet zeggen dat we nou... Laten we niet tegen elkaar inpraten. We zijn het misschien wel eens. Ja, maar we articuleren even de essentie van de zaak. Dat lijkt me fijner om hiervan te praten. Waar het mij om gaat, want zo'n idee van World Café omarm ik. En ik heb het er al een beetje over het zakelijk festival gehad. Het lijkt me heerlijk om die twee dingen aan elkaar te koppelen. Om daar een World Café neer te gaan zetten met een juiste vraagstelling. Waar het mij om gaat, 9 juli gebruiken we de werkvorm durf te vragen om iets naar boven te halen. En waar ik altijd verre van wil blijven, is dat je voor een werkvorm kiest en dat een dogma gaat worden van dit is onze werkvorm. Ja, precies. En wat ik lekker vind is aan de Amersfoort Academie dat we meebewegen met alles wat er is.
En dan is het de ene keer deze werkvorm, want ja. dat komt in. En de andere keer is het deze, dan weer een andere werkvorm. Maar je leidt dan wel het proces en dat is ook belangrijk. Je leidt het proces, begrijp ik. Voor jou is dat belangrijk. Nee, hij leidt het proces. Hij faciliteert het proces, dat is een bepaalde vorm van leiderschap. Faciliteren is iets anders dan zijn. Faciliteren is faciliteren, dat is toch geen leiderschap? Man, praat ook niet zo provocerend de hele tijd. Nee, nou, dat probeer eens even te verstaan wat een ander zegt, in plaats van alleen maar je eigen vooroordeel er tegenaan te knallen. Zo doe je geen dialoog. Dan halen we de centimeter bij en dan gaan we kijken hoe groot mijn vooroordeel is. Ik vind dat je op een vervelende manier praat. Ik parkeer dit heel even naar buiten straks. Ik schenk gerust graag een drankje voor jullie. Geef vast aan wat jullie ook drinken. Daar komt nog een vraag aan van, hey, wat is de werkvorm bij Durf te Vragen? Als we dat doen. Dus dat vind ik nog wel leuk om even aan te geven. Durf te Vragen gaat eigenlijk ook al over deze paradox, denk ik. Wat ik geleerd heb, een van mijn bedrijven is dagjemaken.nl. Dat is groot geworden met dagje televisie maken. Kan je in één dagdeel of een dagtijd met een groep mensen die normaal nooit televisie maken, een eigen televisieprogramma maken. Binnen 2 uur tot 8 uur. En waarom dat werkbaar is en na 12 jaar nog steeds werkt, ben ik achtergekomen, is dat het ontzettend geformateerd is. Dus de vorm is dwingend, zonder dat mensen het ervaren als dwingend. En als je er academisch naar kijkt, dat heeft een vriendin een keer van me gedaan, die zei, Herman, dit is waarom het werkt. Omdat je juist de vorm en de inhoud helemaal los van elkaar gemaakt hebt. Dus in die zin ben ik het eens met die paradox. Op het moment dat je iets een vorm aanbiedt en mensen hebben er geen last van en hoeven niet te gaan discussiëren over die vorm, dan kan je je helemaal richten op de inhoud. Nou, dat is wat we met Durf te Vragen ook doen. Dat is eigenlijk in alle simpelheid een hele simpele vorm, maar die is gewoon dwingend. Daar heb je gewoon aan te houden. World Café hoor ik ook al een paar dingen. Ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar er zitten ook een aantal regels in die vorm gewoon dwingend neerleggen. Jongens, dit zijn de regels. We durven te vragen, is dat zo? Ik zei het al, stel je een rommelige vraag, krijg je rommelige hulp. Ja. Levert 2 gefrustreerde mensen op. Ik heb een vraag gesteld en jij gaat me helpen. En ik denk, ja, je helpt me wel, maar ik heb er helemaal niks aan. En jij denkt van, ja, lekkere gast, dan help ik hem en stank voor dank. Dus de essentie bedurf te vragen is je vraag of je droom die je werkelijkheid wil maken om die zo scherp mogelijk te krijgen. Ik heb het in de 7 jaar dat ik het nu doe 1 keer meegemaakt dat iemand in 1 keer zijn vraag helder had. Dus dat is al een belangrijk proces, want mensen hebben de neiging om er heel veel bij te halen waarom ze die vraag hebben, waarom het al 3 keer mislukt is. Dat doet er allemaal niet toe. Wat is nu de vraag waar je tips voor wil krijgen? Dus daar helpen de begeleiders bij. Die schrijven op een flip over. Vanaf dat moment moet de vraagsteller zijn mond houden. Dat is voor de gemiddelde Nederlander erg moeilijk. Hij mag alleen maar dankjewel zeggen. Heb jij die vorm bedacht, zeg maar, die je nu vertelt? Ja. Nee, omdat waar het me aan doet denken. Wacht even, ik moet eerst even afmaken. Ja, dat is wel belangrijk. Dat is de tweede stap die voor heel veel mensen moeilijk is. Want ook als je een tip krijgt die je al 3 keer gedaan hebt, hebben een heleboel mensen de neiging, ja dankjewel, maar sorry, heb ik al 3 keer geprobeerd, werkt niet. Waar het om gaat is dat die tip met liefde gegeven wordt op dat moment en daar zeg je dankjewel tegen. Je zegt niet dankjewel van, ik heb er wat aan, je bedankt voor het geven van de tip. En die plak schrijf je op een post-it en die plak je op en je zegt hard in de groep wat je hebt opgeschreven. Omdat dat andere mensen ook weer op ideeën, nou er zitten een paar mensen die ambassadeurs zijn hier. En zo gaat het een tijd door en op een gegeven moment droogt dat op. En soms zitten er 5 post-its op en soms zitten er 50 op. En dat maakt ook niet uit. En vervolgens neem je de flip over mee naar huis. En thuis ga je pas kijken wat je met welke tip gaat doen. En nog een belangrijk ding, we zoeken altijd zo'n waardevol mogelijke tips. En wat maakt een tip waardevol? Telefoonnummers, namen. Dus echt dat die kruiwagen al bijna over een drempel staat bij iemand. Concreet. En je schrijft je eigen naam er even op. Dus als ik een vraag hoor en ik denk van, ah, dan moet je die even, moet je Jan Henk even bellen om maar even naam te noemen. Schrijf hup, Jan Henk op, dit is het telefoonnummer, zeg maar dat je via mij komt. Nou, dan bel je Jan Henk op als je wil, want thuis ga je kijken van, welke tips ga ik wel doen. Zit er een tip bij waarvan je denkt, daar doe ik helemaal niks mee, dan verfrommel je hem met liefde en gooi hem in de prullenbak. En zo gaan we het rondje rond. Ja, mag ik daar een vraag over stellen? Ja. Staat één iemand voor de groep?
die geeft zijn vraag, ja. is klaar, dan komt de volgende. Ja, klopt. Ja. Dat is de klassieke durf de vragen sessie met maximaal 12 mensen, vanwege dat iedereen ook een vraag kan stellen. Maar ik doe het ook met zalen van 400 man en dan is het wel helemaal leuk, want als dan één iemand een vraag stelt, dan los je hem binnen 2 minuten op. Ja, ook hier weer een vraag. Opbrengst, zit een soort verplichting in aan dit, of tussen aanhaakjes zit een verplichting om die opbrengst ook weer te beschrijven, deelbaar te delen, dat je, nou, ik ben op die en die manier geholpen. Nee. Dat vragen mensen heel vaak, helemaal geef eens verhalen en we gaan ze nu verzamelen. Het interesseert me niet zo. Nee. Wat mij interesseert is dat mensen daadwerkelijk merken van hé, als ik een vraag stel in een groep, 1, ik krijg hulp. En het gaat me er veel meer om dat 1 iemand daar ook echt mee aan de slag gaat. Ja, Erman, wat ik heel interessant vind aan je, al je voorbeelden die je nu noemt, is het is een soort boekdrukkunst die nu op vele plekken tegelijk wordt uitgevonden, hè, in de wereld. En er is een lectoraat geweest van de Hogeschool van Amsterdam. Het lectoraat heette Reflectie. En die hebben een boek gemaakt, Reflectie Tools. En daar staan al deze werkvormen in beschreven. Dus wat jij nu vertelt, dat heet dan puntreflectie. Okay. Het staat helemaal beschreven. Maar ook World Café, maar ook bijvoorbeeld een die heel goed kan werken bij de Amersfoort Academie. En die heet Inquisitive Inquiry. Ja. Waarderend onderzoeken. En waarom is die zo interessant? Sorry? Dat probeerde ik te zeggen, maar mijn Engels is heel slecht. Waarderend onderzoeken heet hij. En wat er zo mooi aan is dat het eigenlijk een soort Walt Disney methode is. Het is namelijk de vraag uit succeservaringen van individuen werkende principes halen die je tot ontwerpcriteria maakt om daarna te gaan ontwerpen. Okay. Maar wat er heel gaaf is aan dat boek, zijn hele geweldige mensen die dat gemaakt hebben. En die kunnen ook helpen met die werkvorm en zo. Maar dat is omdat het zo'n... Ja, ik merk nu jij dit vertelt, hoe goed dat boek eigenlijk is achteraf. Ja. Dat ben ik nu. En ben ik ook heel goed. Nee, maar ik bedoel dat als compliment. Ik bedoel dat als compliment naar jou toe. Die neem ik in ontvangst. Ja, dat je me goed verstaat. Ja. Maar ook dat ik denk dat het van hulp kan zijn. Omdat ik denk dat dit soort paradoxale werkvormen, dat die hartstikke belangrijk zijn. Nog één keer die naam. Van het boek. Het heet Reflectie Tools. Volgens mij is er een website die zo heet. .nl. Het is een wereldwijde beweging. Ja. Reflectie Tools. Dank jullie wel. Zijn er nog opmerkingen, vragen? Jacques Perk. Grote Nederlandse dichter, dichter ooit, de grootste vrijheid luistert naar wetten. Ja. Mooi. Luistert naar, sorry. Wetten. Dat is niet, hè? Sorry? Binnen de kaders is er net zoveel ruimte als gebeurt. Ja, ook. We zijn met Amersfoort Academie vooral op Facebook actief, maar via amersfoortacademie.nl word je daar naar verwezen. We blijven ontzettend openstaan voor. Voor suggesties, ideeën. En als je denkt in zelfs in Amsterdam van hey, dat lijkt me wat om er meer van te weten, dan deel ik ook graag kennis en kunde en ja, leuk. Sta daar open voor. Dankjewel. Nou, bedankt.